Welkom bij deel 2 van mijn trade binder voor vandaag. En dit deel bevat alleen maar de rares van hele verschillende sets. Dus we gaan even beginnen, want het is een heel groot stapeltje zoals je ziet. Deze kaarten zijn allemaal in mint condition. En ja, deze zijn ook allemaal te ruil. Je ziet wel welke er meerdere keren zijn en welke niet. Ik begin met een Rapidash en de sets zie je wel hier. Dat is een Platinum Arceus, Heart Gold Soul Silver Lapras, een Smoochum van dezelfde set, twee keer Raichu van Platinum Arceus, Persian van Next Destinies, die heb ik heel vaak zoals je ziet, Persian van Heart Gold Soul Silver. Een Lopunny van Platinum Arceus. Een Pelipper. Een Glalie. Een Jellicent van Next Destinies. Simipour van Next Destinies. Muk van Next Destinies. Tyrogue van Heart Gold Soul Silver. Farfetch'd. Musharna van Next Destinies. Bronzong, Arcanine, Darmanitan van Emerging Powers, Darmanitan van de Next Destinies, die heb ik echt heel vaak, Grand Bull van Call of Legends, Grand Bull van Heart Gold Soul Silver, Furret, Wigglytuff Next Destinies, Cleffa van Call of Legends. Heart Gold Soul Silver Cleffa. BM van Heart Gold Soul Silver. Of Next Destinies. Een Reshiram van Next Destinies. Een Zekrom van Next Destinies. Pinsir. Blossom. Lilligant. Zubat. Weezing. Miss Magius. Een Dragonair van EX Dragon. Een Crowdhunt van EX Dragon. Flygon van EX Dragon. Birdig van Emerging Powers. Ferrothorn van Emerging Powers. Een Pheasant van Emerging Powers. Excadrill van Emerging Powers. Tropius van Undaunted. En de Weavile van Plasma Freeze. Nou, dit waren mijn rares. Deze zijn dus allemaal te koop of om te ruilen. Laat maar weten welke je wil. En dat kan je doen via de mail zoals ik al in mijn vorige filmpje zei. Of via de Facebookpagina. Via mail is het veel makkelijker omdat ik dan gelijk kan antwoorden. Ja, de regels staan onder in het filmpje, want ik ruil alleen maar tegen de mint condition kaarten. Dus als je geen mint condition kaarten hebt, ruil ik die liever niet. Tenzij het echt ultra rare kaarten zijn, dan kan ik het nog overwegen. En alsjeblieft een foto van de kaarten via de mail sturen, dan kan ik zien in wat voor conditie ze zijn. En ja, mensen die bij mij komen, die met mij willen ruilen, die sturen eerst omdat ik niet gescamd wil worden. En ik zal sowieso niet scammen, want waarom zou ik? En nou ja, ik hoop dat jullie iets gezien hebben wat je leuk vindt ertussen. En ik hoop dat je wil kunnen ruilen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei doei!